doel is om liefst al binnen een paar jaar tijd, in 2014, minder files te hebben op de Brabantse wegen. En dat geldt ook voor heel Nederland. Maar de minister heeft 7 regio's uitgekozen, waarvan Brabant er eentje is, die in 2014 echt minder files moeten krijgen. Een voorbeeld is het vergroten van de fietsenstallingen in Breda. Daar komt een tekort aan fietsenstalling, waardoor minder mensen de trein of de fiets gebruiken. We gaan werken met nieuwe technieken om de auto en de verkeerscentrale te laten praten met elkaar. Zodat de auto gestuurd kan worden door de verkeerscentrale, maar dat de auto ook signalen afgeeft naar die centrale om het verkeer beter te leren kennen en te sturen op drukke tijden. En we hebben nog bijvoorbeeld een project in Den Bosch waarbij je op heel veel plaatsen kruispunten, verkeerslichten, borden aanpast om snellere, betere routes door de stad te krijgen. Het zijn heel veel praktische projecten, maar ze moeten ook allemaal in een korte tijd uitgevoerd worden. Dus het zijn niet hele grote bouwprojecten. Hier en daar een in- en uitvoerstrook misschien veranderen of een kruispunt wat aanpassen, maar niet hele grote bouwprojecten. De regio en het bedrijfsleven moeten ook bijdragen. We hebben voor ongeveer 70 miljoen aan maatregelen nu op de plank liggen die we gaan uitvoeren. Het Rijk betaalt daar ongeveer 40 miljoen van. En de regio, gemeente, provincie, maar ook het bedrijfsleven betaalt daar ongeveer 30 miljoen van. De bedoeling is om al volgend jaar meteen te starten met een aantal maatregelen. En in 2014 moeten de effecten al zichtbaar zijn. Dus dan moeten we kunnen terugmeten dat we ook inderdaad minder knelpunten hebben. In theorie is berekend dat het ongeveer een kleine 19% zou moeten schelen. Maar dan moet ik eerst zeggen, dat vind ik ook eerst zien dan geloven.